Goedemorgen en super leuk dat je er bent voor een nieuwe video. Het is vandaag dinsdag. Ik ben de vlog gisteren eigenlijk al begonnen. Maar toen heb ik het bij het intro gehouden omdat het gewoon gekkenhuis was hier met 5 kinderen. En Oliviertje die was ziek, dus nou ja, van vloggen kwam helemaal niks. Dus we beginnen gewoon vandaag weer opnieuw. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Ik heb de jongens naar school gebracht. Ik zit nu binnen te wachten op de app. Ik heb mijn jas nog aan omdat ik het zo graf koud heb. Dat is niet normaal. Het is hier binnen 18 graden. Ik heb gewoon de verwarming nog niet aangehad. Maar ik ben bang dat ik er nu toch echt bijna aan moet gaan geloven. Ik heb net gekeken. Ik kreeg zo'n rapport van Ascent. Vorig jaar had ik in oktober iets van 62 kuub gas verbruikt. En nu 17 in oktober omdat we gewoon dat ding niet aan hebben gehad. Maar goed, nu zit het te vernikkelen, dus I don't know. Ik ga zo meteen maar even wat dikkers aantrekken en dan de verwarming toch een heel klein beetje omhoog zetten, denk ik. Laurens ligt hier bij mij. Hier ligt hij. Hallo. Hallo, lieve baby. Zit je weer op je handen te sabbelen? Zit je weer op je handen te sabbelen? Hij heeft net gedronken, dus honger kan hij niet hebben. Want ik had stuwing, het was echt next level. Die stuwing die houdt gewoon maar aan. Was niet anders dan bij de andere drie. Maar oké, dinsdag vandaag. Ik heb geen volle agenda. Ik moet een beetje werk doen en verder gewoon lekker met Olly en Lau. Olly en Lau, het is net zo'n illustre duo. Ja, gewoon lekker een beetje met z'n aanrommelen thuis. Echt heel veel zin in. Koen moet vanavond werken. Dus ik ben vanavond alleen. Wat natuurlijk tegenwoordig wel vaker voorkomt. Ik denk dat we in deze vlog echt, of dat denk ik niet, we gaan in deze vlog echt even wat nog adresseren over de driehoek. Want daar komen super veel vragen over continu. En van de ene kant denk ik, ja, als je een relatie met twee mensen hebt, dan hoef je daar ook geen Q&A over te houden. Het is gewoon ons leven, als in, het is gewoon wat het is. Maar goed, er zijn een paar dingetjes die we misschien wel even kort aan willen stippen. Dus ik denk dat we dat woensdagavond of donderdag, avond of vrijdag overdag, in ieder geval ergens deze video. Oké, wat ga ik nu doen? Ik ga iets diks aantrekken, deze jas uit. De appie zal er zo zijn. Hij zou er tussen 23 en 33 zijn. Even kijken. Even zien wat de Albert mij vertelt. Oh, dat vind ik ook zo lekker. Dan zegt hij eerst tussen 23 en 33. En dan kijk je 1 seconde later. Tussen 35 en 50. Hey! Heb je het zo druk? En je hebt een snoetje. Wat heerlijk die leeftijd dat je nog gewoon snotjes weg mag pulken zonder dat je een kets in je gezicht krijgt. Zoals bij Olivia. Oké, ik ga echt even wat nuttigs doen, want anders schiet het niet op met ons. En jij moet aangekleed worden, hè? Jij moet aangekleed worden, hè? Jij moet aangekleed worden, hè? En een schone luier. Oh, zulke mooie oogjes. Oké, bizar. Het is gewoon 4:05 en het begint gewoon nu al te schemeren. Ik ben hier ook zo niet aan toe. Morrisje die zit even te chillen op de bank. Die zit een dingetje te kijken. En zo meteen gaan we weer kleuren. Maar dan kan ik eventjes gauw alles opruimen. Want voor mijn gevoel is er echt een bol ontploft. Of drie. Deze jongen had ook geen zin om in zijn bed te liggen. Of in ieder geval. Hij had er wel in gelegen. Maar hij was veel eerder wakker dan normaal. Kinderen, ik wil chocola. Ja, snap ik. Ik wil ook chocola. Beetje, wil jij die sokjes wel even bij elkaar hierop leggen, dat ze mama ze opruimen? Oké, lieverd, dank je. Nou. Nou, wie vindt het lekker? Ik. Echt? Ja. Oh my god, je blijft me verbazen. Ik wil de rest van mijn worstjes dan. Kijk, papa, is dit goed? Lekker hè, schat. Polly, zijn worstjes lekker? Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En ik ben onderweg naar Janneke voor mijn wimpers en mijn wenkbrauwen.
Die moeten nodig even gefixt worden. En dan is het een werkdag. Het is nog vroeg, dus ik kan dadelijk even, want ik heb gedoucht vanochtend. Mijn haar moet echt nodig gefeund, maar had ik geen tijd meer voor. Dus dat doe ik allemaal zo meteen maar als ik terug ben. Ik weet echt maar god niet waar ik rijd. Dit ding stuurt me echt... Hoe dan? Waarom ben ik niet gewoon op mijn gevoel gereden? Wat is dit? Oh, het licht is altijd zo intens, hè? Ja. Oké. De wimpertjes zijn wel goed. En nu met de vrouw. Wenkies doen. De wenkies doen. Dit is de before. Ja. Dit is non-existent. Ik heb zulke lichte wenkbrauwen, hè? En ook niet veel. Nou, vanaf dat ik zo harig ben, heb ik echt niet... Nee. Veel wenkbrauw. Maar dadelijk heeft ze weer helemaal wenkbrauw. Ja, flikje wenkbrauwen. Helemaal mooi. Je kijkt ook zo lekker in mijn neus als ik zo... Altijd van bovenaf, hè. Wat ga je nou eerst doen? Ga je eerst... Eerst verven. En daarna harsen en in model brengen. Ja, oké. Okay. Nou, de before. Dan weer helemaal... Oké, ik heb mijn rood allemaal weggewerkt. Een beetje make-up gedaan. Ik heb mijn haar even snel... Gefeund echt, jongens. De Dyson, ik zweer bij het ding. Ik vind het zo fijn als je gewoon zo'n beetje gefeund haar wil. Dan is het heel chill. Oké, ik loop wel nog steeds in mijn kloffie. Dit is trouwens zo'n lekker pakje. Wacht even. Even kijken. Ja. Zo'n chill sport slash joggingpak van Björn Borg is dit. En ik vind het echt helemaal leuk. Ik heb ook een beige trui hierop. Wat je verder met deze informatie kunt, weet ik ook niet. Maar goed, tot zover dat dus. Ik ga even wat eten, want dat heb ik weer niet gedaan. Gek hè, dat je zoveel afvalt. Als je niks vreet. Wat zeg je? Loutje komt wel lekker aan. Hè? En Loutje komt lekker aan, ja. Loutje. Hoe die zat nog ook lekker twee boterhammen weg te werken. Echt uit de handen. Momo en Beetje zijn bij Joke en Harald. En Olivia ook. En Olivia ook. En Loutje die hangt hier bij ons. Zo hangen. Hi! Hey, je is net jouw jongen. Ben je altijd zo vrolijk lachertje, mama zie? Ja, je bent zo vrolijk. Je bent echt vrolijk, hè? Je bent zo'n vrolijke baby. En een dikke baby met een hele grove onderkin. En een goede onderkin. Niet normaal. Oké, ik ga wat doen. Iets nuttigs doen. Zoals altijd is de lunch romantic tussen de zooi. Ik heb broodje zalm. En een broodje carpaccio. Wat ik niet op ga eten allebei, maar wel een deel. En de rest gaat naar de overbuurman. En waarom heeft dit ding altijd problemen met scherpstellen? Echt, maakt me gek. Oké, ik ben aangekleed, finally. En ik heb aan. Trui en een leren broekje van Toebeloe. En sneaker van Via Vai. Ja, spannend kan ik het niet maken. Koen is hier bezig met werkdingen. Hm? Het is een intense pleurisooi in het huis. Ja, kom mee. Wel lekker, James. De sfeer zit er lekker in. Ik ga even drinken, want ik heb vocht tekort. Ik voel het. Ik voel het aan alles. Hoe is Danny? Henny. En ik heb lekker vandaag. Ja? Zeker. Henny gaat goed? Henny gaat heel goed. En die gaat heerlijk. Waar ga je heen? Dit weggooien. Om de strijk wegbrengen. En even bij je Fleurtje langs. Even iets terugbrengen. Dingen komt zo even, Wen. Wie? Wen. Om 4 uur. Oké, ik ga nog 1 campagne schieten dat ik het materiaal heb en dan kan ik dadelijk gaan zitten en alles editen. Laat is het. 3:30, dat is zo rot aan deze tijd van het jaar. Het is de drukste tijd. De meeste campagnes altijd in Q4. En dan is het in Q1 wat rustiger. Alleen het is zo vroeg donker, dus er is zo weinig licht en zo weinig tijd zeg maar, om materiaal te maken. Dus, snel door met de volgende. Hey, goeiedag. Hey. Hey.
En maar hoe doen jullie dat dan, als het mislukt? Hoe doen jullie dat? Ja, laten we dat nu even doen. Dat kan alleen over. Sowieso. Nee, want jullie gaan er toch samen vandoor? Ik blijf er alleen over. Met alle diepte. Nee, andersom toch? Met de wedstrijd wie alleen overblijft. We doen gewoon steen pisa. Mag ik alsjeblieft alleen overblijven? Verlaat me. Leave me alone. Iedereen mag volgen. Jullie zijn allebei goed. Jullie komen allebei goed terecht. Lekker op, zeg je dat tegen mij? Ja. Wat onsympathiek. Oké, laten we meteen dan even nu. Zo. Hallo. Lekker in beeld. Laten we even nu iets. Oh, niet te klem. Jouw schoudertje, jouw knokige schoudertje lag ik tegenaan. Moet dat zo van onder? Dat is een goeie voor het geluid. Wij zouden meteen raden. Ja, maar raad het mijn glas ook nog. Oh, zo, we hebben toch net gedronken? Ja, I know, maar het is painful. Merk fles raad wel. Merk wel. Gewoon een dit is echt een. Die is daar en daar gemaakt en dan dat. Zijn twee mensen op een druif. Waar komt, wat is het eigenlijk voor wijn? Oprecht. Een Verdecho, toch? Die witte. Ja, maar ik bedoel, een Verdechootje. Een Verdechootje. Jezus. Kenner. Mijn verdekkeltje. Balse vormen. Wat intens. Oké, we gaan heel kort ook even iets zeggen over dit. Want dat is nodig, blijkbaar. Weet jij wat je erover wil zeggen? Wil je er iets over kwijt, schatje? Heb je het in je hoofd? Nee, helemaal niet. Heb je het gescript? Want we scripten door ons hele leven. Heb je niet gescript? Sowieso. Alles is voorbedacht. Opgezet. In scène gezet. Alles. Geregisseerd. Mm-hmm. Ook wel zo'n lekker geluid. Wat is dat voor geluid? Oh, hij heeft rood. Oh, jij hebt rood. Hij heeft altijd die rode. Hmm. Hij was weer zo lekker voorbereid. Ja, maar dat zei ik. We moeten eigenlijk even opschrijven welke onderwerp, waar het over, wat je kwijt wil. Of het weer buiten. Ja, maar jij had het over specifiek bepaalde dingen. Ja, er zijn gewoon een paar dingen, een paar vragen, een paar aannames. Nou, bijvoorbeeld mensen die zeiden dat jij en ik altijd een open relatie hadden. Nee. Niet waar. We hebben zeker geen open relatie gehad. Never. We zijn nooit swingers geweest. Ook never. Als het wel zo was, zou ik het zeggen. Waarom is het licht zo raar? Ja, met hier als het wel zo was, dan zou ik het zeggen. Want iedereen moet gewoon lekker doen waar hij zin in heeft. Maar dat is allemaal niet aan de orde. Okay. Nou ja, over hoe hier. Punt 2. Wat? Doe normaal. Ja. 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 Gewoon doe normaal. Ja. Dan, wat nog? Ik weet het niet meer. Dat vond ik vervelend. Dat hij op jou lijkt. Ik vind het heel wauw. Ja, intens. Ja. Heel intens. Wow. Oké. Okay. Dat? Door. En door. En door. Nou, en verder, wat kunnen we er nog over zeggen? Dat we het gewoon super fijn hebben. Oh ja, dat ook zo'n ding. Dat Koen een soort van twee vrouwen wil. En dat wij daar maar allebei genoegen mee nemen. Omdat we... En waarom? Zo wanhopig graag allebei Koen willen dat we elkaar tolereren. Tolereer jou hier naast mij. Ook niet het geval, want wij zijn 3,5 jaar geleden very much verliefd op elkaar geworden. En ja, dat is hoe het gegaan is. Ja, oké. Okay. Moeten we dat nog een heel klein beetje toelichten? Wat dan? Nou ja, we zijn verliefd, dat wisten we natuurlijk niet meteen dat we verliefd waren. Koen was degene die op een gegeven moment tegen mij zei, volgens mij ben jij heel erg verliefd. En toen zei ik, nee, ik ben zeker niet verliefd, want ik word nooit verliefd. Zo, op nee. Dat, zo op die manier. Wat zei je? Nee, je bent zo rood als mijn wijnkaan. Jij? Ja, en toen dacht ik, en nu? Want wat verwarrend, want ik was ook gewoon verliefd op Koen. En toen hebben we... En Koen zei, ja, ik hou gewoon van jou en wie je bent. En het is tussen ons niks anders, dus... Oké, okay, dus wij hebben het gewoon heel lang samen fijn gehad. En toen kwam jij steeds meer hier en toen kwamen er meer feelings. Omdat we gewoon heel veel tijd samen doorbrachten, z'n drieën. En toen hebben we er heel lang tegen gevochten, echt heel, heel, heel lang. En er is er heel veel verdriet geweest en heel veel pijn. Tot we op een conclusie kwamen, oké, okay, samen is gewoon het allerfijnst. Toch? Ja. Ja, dat. Nou.
Dat wilde ik erover zeggen. Wat wil jij erover zeggen? Ja, ik heb het gevoel dat er nog iets was. Nou, jij wilde ook iets zeggen over de reden. De reden? Ja, dat je bent gescheiden. Oh ja, dat dit niet de reden is. Nee, en dat je niet tot een keuze bent gedwongen. Dat is ook zo'n ding. Nou ja, en ook gewoon dat het niet... Dat... dat... de reden dat ik gescheiden ben niet... Dat veel meer omvatte dan dit, zeg maar. Dat ook echt iets tussen hem en mij was. En niet... Nee. En ook wat al jaren speelt. Ja, gewoon wat niet iets is van... Oh, dit komt op mijn pad, dus houdoe. Bedankt, hè? Nee. Bedankt voor 19 jaar. Ja, dat staat... Dat, natuurlijk is het deels... Heeft het met elkaar te maken, maar ook een heel groot deel niet. Is het echt iets tussen hem en mij? Jij bent ook niet gedwongen? Nee, niemand is gedwongen, toch? Nee, niemand. Toch? Toen ik voor het laatst checkte. Nee, ja, niemand is gedwongen. En we hebben het hartstikke fijn samen. Ja. Jij bent ook het. Koen is ook degene die iedere keer zegt van ja, fuck it, laat iedereen maar lullen. Ja, maar het is toch? We weten zelf hoe het is als we gewoon hoe het is, zeg maar, en de vork in de steel zit en gewoon. Ja, dat is ook zo. Mensen die zeggen van ja, ik zou er niet aan moeten denken. Ja, dat hoeft ook niet. Je hoeft het ook niet zelf te doen. Zeker niet. Of ik begrijp het niet, jij hoeft het ook dan niet. Nee, maar alsof wij, zeg maar. Alsof je 5 jaar geleden had gedacht dat je dit nu zou doen. Nee, maar goed, nou het zo is, zeg maar, dat mensen dan zeggen van ja, ik zou niet moeten denken. Dat is helemaal prima natuurlijk. Ja, maar dit is ook niet iets wat je bedenkt. Nee, maar. Dat, ja. Oh, zo bedoel het is niet dat wij bedacht hebben, joh, laten we, dat is nou echt dit een lijkt idee. Me echt heel leuk, laten we dit nou eens gaan zoeken. Ja. Zo. Ja. Nee, want het is ook... Het is niet leuk. Het is niet leuk, het is één grote dop ellende. Nee, maar dat mensen over het andere zich niet voor kunnen stellen of niet voor zich zien. Niet. Dat hoeft ook niet, want je hoeft het zelf niet te doen. En wij zijn gelukkig. En leven laat leven. Ja, dat is het, ja. We hadden dit zelf ook nooit bedacht. Gesproken. We hadden dit zelf ook never nooit bedacht. En wat ik zeg, we hebben er juist echt super lang tegen gevochten. Alleen, ja... Blijkbaar werkt het voor ons inmiddels al, wat is het, een half jaar. Oh. Werkt het. Mm-hmm. En ja, je zoekt gewoon naar een manier die werkt en tot op heden lukt dat best heel prima. Ja. En wij zijn heel erg oké, en de kinderen zijn heel erg oké, sowieso, dat is ook zo'n ding. Die zijn, als mensen zeggen het is super verwarrend voor de kinderen, nee, het is helemaal niet verwarrend voor de kinderen. Die zijn, ja, gewoon blij en... Ja, oprecht echt niet. Die voelen alleen maar dat er nog iemand is die heel veel van ze houdt. Als Jacques hier is, dan is Jacques degene die moet lezen. Als we met alle kindjes zijn, dan wil Floris met mij praten. Weet je wel? Die kennen dat hele principe van wat ons wordt aangeleerd, zeg maar, van wat de norm is. Dat kennen zij nog helemaal niet. Nou, I don't know. Dus het is niet verwarrend voor hen. Ja. Doe je wat dan? Ja, gewoon die vragen elke keer van ja, maar hoe werkt dat dan met z'n drieën? Of hoe doen jullie dat dan? Of... Nou ja, ik denk dat gewoon, die vraag vind ik altijd zo interessant, omdat het voor ons niet een, het voelt gewoon heel normaal. Gewoon net als een relatie met 2 mensen, alleen dan met 3 mensen. Alleen de praktische kant is, omdat je allemaal kinderen hebt, ja, maar is dat... Vult ook wel bij zichzelf in, want die hebben wel een weekprogramma. Ja, klopt. Daarom, het is niet... En dan plan je omheen. Ja. Nou, plan ik maar alles om de kinderen heen. Ja. En qua relatie aan zich ook, is het is niet heel anders of... Ik bedoel, ik weet niet. Nee, het is zo stom dat iets wat zo... Ja, wat voor andere mensen zoiets... Groot en geks groot is. En geks is, dat het zo voelt het helemaal niet. Echt helemaal niet. Nee, totaal niet. Het voelt gewoon fijn. En we hebben het heel fijn. En ook een heel veel gestelde vraag, of tegen mij een opmerking, is heel veel van... ze gaan er met de 2 vandoor. Nou, ik denk van niet. En dan denken we... Nee. Dat denken we alle 3 niet. En dat kan natuurlijk in een relatie met 2 mensen ook, dat de 1 vandoor gaat. Ik bedoel, hoe vaak gebeurt dat? Dat mensen uit elkaar gaan. Je krijgt nooit garanties. Op geen enkele manier. In geen enkele relatie. En ik weet niet. Ja, dat is nu niet anders. Het is nu niet... Nee. Ook dat is niet... Je krijgt geen garanties, maar we hebben het gewoon heel goed en heel fijn. En we hebben een hele fijne dynamiek. En
voor ons werkt het gewoon heel goed. En of dat forever zo blijft, niemand weet of dat forever zo blijft. Dat hoop je heel erg. En je gaat er soort van wel van uit. Tuurlijk, ja, dat is je intentie. Ja, want waarom doe je het anders? Waarom doe je het anders? Dan is het, ja, maar, leuk voor maar, maand. Ja, maar het is niet... Ja, het is echt... Ja. Nee, maar als je al zo lang, zeg maar, in elkaars leven, 3,5... Oh ja, dat wil ik ook nog zeggen. De opmerking over je vriendin. Dat is natuurlijk het ding, wij zijn nooit vriendinnen geweest. Dat is... Dat, daar kregen we heel veel berichtjes over van, ja, wat heftig. En hoe ontstaat dat dan vanuit zo'n vriendschap? En wie vertelt dan het eerst tegen de ander van... Dat ben sowieso jij geweest. Jij hebt het sowieso gezegd. Ja, ik bedoel, we waren toch nooit vriendinnen? Nee, maar we hebben was niks natuurlijk meteen daar gelet. Ja, zo. Het was natuurlijk op dat feestje. We kwamen elkaar op een feestje tegen. En toen was het meteen dat ik dacht, wat de fuck is dit? En jij ook. En daarna ook al vrij snel dat we door hadden van, oké, wij gaan nooit vriendinnen kunnen zijn. Dus dat zijn we ook nooit geweest. Het is altijd meer geweest dan dat. En dat was ook duidelijk. Was voor iedereen ook duidelijk. Voor alle betrokkenen, zeg maar. Waarom lach je? Ja, waarom lach je? Voor alle betrokkenen was dat heel duidelijk. Toch? Dat klopt, zeker. Niks aan geloven, toch? Nee, weinig. Oké, ja, dat is volgens mij het enige wat ik er nog over kwijt wilde. En het gaat gewoon goed met ons. En het gaat goed met de kinderen. En hoe we dat doen, ja... We zijn gewoon zoveel mogelijk bij elkaar. En nu zijn we 5 dagen samen. En dan heb jij weer met de kinderen. En dan zijn we een pendelen we meer op en neer, zeg maar. I don't know, het is gewoon een modus. Ja. Het een weekplanning maken. Een weekplanning moeten maken. En het is in ieder geval niet... Er is geen sleur. Nee. Er is zeker geen sleur. Koen, wat zit je moeilijk te kijken? Ik ben aan het luisteren. Kom er niet tussen, joh. Nee, maar ik hoef niks te zeggen meer. Het is allemaal duidelijk, toch? Ja. Maak je niet zo druk. Dat. Ja. Wat een goede afsluiter. Maak je vooral niet zo druk. Leef en laat leven. Ja. En als iedereen aan zichzelf denkt, wordt er aan iedereen gedacht. God. En daarmee ook wat een goeie. Je hebt ook een keer feuten gekregen. Hoe heet dat? Feuten het feestje, toch? Of zoiets? Of wordt dat daarin gezegd? Ja. Oh. Nou, dat wist ik niet. Ik heb hem ook gezien. Ja, want het is Hanneke Boomen. Ja, jouw, dat was mijn crush vroeger. Jouw forever. Zeker was dat jouw crush. Hanneke Boom. Snap ik wel. Even op zoek. Oké, wij gaan een expeditie verder kijken en een wijntje drinken. En wij zien jullie morgen weer. Tot zover de persconferentie. Oh ja, en meer gaan we ook niet. We gaan niet nog onderduiken. Zijn er nog vragen? Nee, zijn er nog vragen? Nee. Nee, er zijn geen vragen meer. Nou ja, als ik een DM krijg met gewoon, maar dan nee. Ja, ja, maar het is ook, ja. Het is ook een beetje de manier waarop. Ja, en ook gewoon, ik weet niet. Als je een nieuwe relatie hebt gewoon met z'n tweeën, dan is het ook niet... Nee, dat is ook zo'n ding. Vragen. Dat je denkt, waarom maakt iemand anders zich zo druk over onze relatie? Toch? We zitten ook gewoon op de bank. Ja, we zitten gewoon op de bank. Voor ons uit te staren. Oké, ik ga de camera wegleggen. We zien elkaar morgen. Waar ben je? Daar ben je. Hey. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh ja? Deze jongen kan zo ernstig kijken. Zeg maar goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik zit zo te vernikkelen. Ik heb nog steeds de warming niet aangezet. Het is 18,5 graden. Zullen we het gewoon doen? Ja, of trek gewoon een trui aan. Pak gewoon een vest boven van jou. Het is gewoon een wedstrijd geworden. Een principe kwestie om zo lang mogelijk de verwarming uit te laten. Oh, dus inmiddels zit ik in een trui. Ik heb een hemd zelfs aan. Een hemd onder mijn kleding. Ik heb geen hemd. Heb jij nooit hemden eronder aan? Ik moest dat vroeger altijd van mama. Ik ja, altijd... ik had dat eerst ook altijd, maar op een gegeven moment niet meer. En nu denk ik... Ik moest altijd van mama een hemdje aan, want anders zei mama, anders krijg je een koude rug. Ja, ja, ik had dat ook altijd. Ze staat op een lijstje, ik moet hemden kopen, oprecht. Hemden? Omdat ik pas had ik een trui, die was best wel korter dan... Van die witte katoenen. Ik heb, dit is zo'n... Met bijpassende onderbroek.
All white cotton. Beetje een trendsetter. Sorry. Ik heb van die... Het lukt niet. Beetje, wat lukt niet? Om meer. Nee? Een blikje fristie. Oprecht. Oprecht, een blikje fristie. Nee, ik wil geen fristie, want het is echt... Te koud. Te koud. Hartstikke chocolade met tanen heb ik zin in. Een frikandelbroodje. Vond ik vroeger super lekker op de middelbare school. Gingen we naar het Ros uitlopen. Gingen we een frikandelbroodje halen bij de bakker. Ja. Oh, een chocolade met vee. Oprecht. Besef dat Loutje lekker in zijn bedje ligt met een warm kruikje. Oh, mag ik erbij? Het slaat ook nergens op. Oké, ik wil in principe over woord zetten. De warme gaat aan. Het gaat gebeuren. Nee, ik ga voor de vest aantrekken. Hoezo? Maakt er niet uit. Brownie chocola. Ja. Oh, ik wil trouwens nog vertellen. Ik had een samenwerking met het Muizenhuis. En ik ken het totaal nog niet, maar nu dus wel. En dit is niet gesponsord, als in dit in de vlog, dit hoef ik niet te zeggen. Maar dit is zo'n ontzettend leuk concept. Je kunt allemaal van die boeken bestellen. Dit is gewoon een voorleesboek met losse verhaaltjes. Maar je hebt ook een zoekboek, een groot zoekboek. En je kunt er van die losse muisjes bij bestellen. Olly vindt dat helemaal fantastisch. En ik vind het zelf dus echt super lastig om voor haar leuke 5-12... Yes, we made it. Om voor haar leuke 5-12 dingetjes te bedenken. En daar is dit dus, vond ik dit dus echt een mega leuke tip voor. Dus ze hebben ook een geluidenboekje trouwens. Die zijn nu sowieso een hit. Bij Roger Choke, hè? Ja, heel erg. En ik had nog dat flap. Annie Flap. Oh, wat eng. Wat erg. We beginnen gewoon dezelfde dingen te zeggen. Ik had Flappies boek dicht bij jou heeft volgens mij. Die is ook heel leuk. En een heel schattig, lief verhaaltje. Dus ook een tipje. Kijk, we namen de baby mee naar een afspraak. Klinkt zo zakelijk. Naar een afspraak. En dan ging ik gewoon zo op tafel tukken. Zo lief. Oké, we zijn weer thuis. Het was zo leuk. We hadden zo'n leuke afspraak. Ik ben nu weer zo'n influencer die gaat zeggen, het is zo leuk, maar ik mag er nog niks over zeggen. Ik ben zoiets leuks bezig, maar ik kan er nog niks over niks zeggen. Wat verschrikkelijk. Nee, kan ik er iets over zeggen? I'm not sure. Maar wat moet je erover zeggen? Het is nog niet... Nee, we gaan gewoon iets heel leuks. Ja, dit vind ik vreselijk. Dit. Zal ik het eruit knippen? Ja. Wat gaan we hierover zeggen? Ja, we kunnen er niks over zeggen. Volgende week of zo. Oké, we gaan hier de pleuris weer opruimen. Joggingpak aantrekken. Oh, ja. Sushi bestellen. Lekker. Dan halen we eerst de jongens. Dan leggen we die in bed en dan gaan we... filmpje opzetten. Nee, want dan moeten we dan nog voor dit allemaal dingetjes doen. Dan gaan we kindjes in bed leggen en dan gaan we sushi eten op de bank. Koen heeft een personeelsfeest. Dus wij doen ook personeelsfeest. Day in, day out. Een heel intiem feest. Hoe zeg je dat? Voor NTV. Voor NTV. Alleen voor NTV. Ik wil trouwens nog een tipje met jullie delen voor iedereen die een baby krijgt, die zwanger is. Of die gewoon houdt van warmte. Deze kruiken, ik zal even opzoeken hoe dit heet. Ja, eerlijk Lien, dit is toch echt fucking chill. Ik weet niet hoe dit heet. Oprecht weet ik het niet. Oh hier, Soosley denk ik. Soosley. Dit is dus een kruik met hier een klepje. Die je kunt opladen aan het stopcontact. Dit ding is zo ontzettend veilig dicht. Wordt nooit te heet, als in het is altijd gewoon... Zelfs als hij heel lang aan de... Je hoeft hem maar 6 minuten zo op te laden. Maar zelfs als je hem langer laat liggen, zeg maar, het wordt nooit te warm. I don't know. Het is gewoon een heel fijn ding. Een hele fijne kruik. Je hebt niet met kokend water of whatever te maken. Ik zweer hier echt bij. Dus dat is mijn tip van Flip. Voor iedereen die in de baby... Of in de baby. In de winter baby's krijgt. Want in de zomer, ik heb die kruik niet gebruikt. Ik gebruik hem niet pas voor het eerst met Loutje. Dat ik denk, het is lekker om zijn bedje warm te maken. Oké, lang verhaal kort. Goede tip. Ik ga hier de bende opruimen. Ik heb zoete trek. Ja, zijn er nog wat dingen nodig? Zeker.
Mm. Ik ga de bed opruimen en dan gaan wij in de modus vanavond. Hey, vriendje. Hallo, schatje. Ben je zo vrolijk? Ben je zo vrolijk? Was jij zo gezellig met ons? Niet normaal, hij heeft gewoon alleen maar lekker tukken, hè? Dat we niet geëmancipeerder konden worden. Dit is een heel goede dag. Gaat het lukken? Binnen deze relatie. Nou ja, ik denk dat het wel gaat lukken. Denk jij niet? Jawel, ik heb alle vertrouwen in jou. Ik weet niet of ik jou ook in mezelf heb. Dan ga ik even nu proberen te... Wat denk jij? Ik zie een vlammetje. Ja, dan jouw maar blokjes. Vier. Dit kan heel kortstondig zijn. Dit zou ik niet per se omschrijven als een van mijn kwaliteiten. Oké, nou ik ben benieuwd. We zullen zo zien of die blijft branden. Oeh. Ik zie een echte vlam. Roken doet hij in ieder geval. Dat weet ik niet, maar ik zeker niet. Rooksignalen. Help. Witte rook. Oh, die is er al geweest, toch? Het spikt wel, hè? Zie jij dat ook? Ja, ik zie het ook. Hij wordt steeds groter. Hij groeit de vlam. Dit gaat echt fantastisch hebben opgebouwd. Wat denk je dat goed op ons is? Heel. Ja, ik denk ook heel. Nou, het brandt. Ja, dit is wel vooral aanmaakhout aan brand. Dus het is natuurlijk raar of dat onderste, die grote blok ook nog gaan fikken. Of dat die erbij blijft. Maar dit moeten we hem gewoon dicht doen. Ja, we zullen zien over 5 minuten hoe het er dan uitziet. We lijken zo echt een beetje sister wife als we naast elkaar zitten. Kijk dan, want dat haar allebei omhoog. Jezus. Zoveel seks dit. Zoveel seks er altijd uit. Niet normaal. Ja. Oké. We hebben de open haard aangestoken. Of beter, ik heb dat gedaan. Het mannetje in deze relatie. We hebben sushi besteld. Een wijntje ingeschonken. Alle 4 de kinderen slapen. Het is letterlijk nog geen 9 uur. Of wel? Nee. 10:09. Ja. We blijven onszelf verbazen. Het is niet normaal. We overtreffen onszelf iedere keer opnieuw. Had ik al gezegd dat we sushi hadden besteld? Ja. Oh, nou, dat hebben we besteld. Dus dat gaan we nu opeten. Gaan we iets kijken of gaan we een goed gesprek voeren? Laten we nog maar een keer een boompje opzetten voor deze relatie. Want dat hebben we nog niet gedaan de afgelopen jaren. Laten we dat vooral echt niet doen. Echt. Wat wij geluld hebben. Ik zweer, het is een wonder dat wij nog überhaupt stemmannen over hebben. Ja. Sowieso. Want hier aan woorden aan vuil zijn gemaakt, in die 3 jaar, dat is 3,5 jaar. Dat is intens. Daarom, laten we daar gewoon iets kijken, hoe we niet meer met elkaar praten. Voor je uitstaren, in je bek houden. Oh, een splintertje aan mijn lip. Vind. Dit lukt niet, hoor. Dit lukt wel, nou. Dit lukt wel. Alsjeblieft, liefje. Dankjewel, schatje. We zitten nog heel erg in een liefje- en schatje-fase. Ik noem de Koen uit, ik zeg nog steeds altijd schatje tegen Koen. Maar ik zeg tegen mama ook schatje. Ik wou zeggen, jij zegt bij jou niet zoveel. Dat lijkt het toe. Straks is hij door midden, hè? Heb je niks. Vergeet maar met de vork. Om je klaar waren. Sushi eten met de vork. Als je in een sushi-restaurant bent. En je ziet dan mensen met een vork sushi eten. Ik snap het wel, het is niet altijd makkelijk. Oh nee, Lorenzo. Vrij intens. Sleep. Oké, perf. Nou, tot zover het infobulletin van vanavond. Dat was hem voor vandaag. We hebben een hele leuke dag gehad. Echt een hele leuke dag. Productief. Ook en nog heel productief. Leuk. 3 campagnes gemaakt. Wat een baan. Hè? Een zware baan. Geen zware baan, gewoon iets heel leuks om te doen. Oké, we gaan even kijken. Het is vrijdag, we hebben al een hele innoverende ochtend gehad. We moesten om 9:10 met Laurens op het consultatiebureau zijn. Hij sliep nog, dus ik heb hem in zijn slaapzak uit bed geplukt.
hem in de auto gezet en meegenomen en gewogen en doen jasje en dan kon je ziek. Ja, mama. Oké, okay. Mama, wat bijzonder. Wat een bijzondere relatie. Gewogen, gemeten en de hele boel weer gehad. En nu zijn we campagnes aan het schieten. En dan komt dadelijk Karim de banker schoonmaken. Daar ben ik zo blij mee. Maar goed, dat is zometeen. We gaan eerst campagne schieten. Moet je kijken. Ja, ik moet nog even. Oh! Kijk, oei, dit, dit is allemaal huidvet. Wat er bovenop blijft. Wat vies! Wat is dat? Wat? Ja, maar dat komt natuurlijk ook, we zijn heel de zomer thuis geweest, het was super heet. En dan zit je met je half naakte lichaam dichtje op die bank te draaien. Ja, dan wil het wel. Dan wil het wel. Zeg je hallo? Hi, vriendin. Maar hi. Gaat mama nou filmen? Ja? Zijn we broodjes aan het eten? Een hele sfeervolle setting. Wat hebben ze het gezellig hè, samen, hè? Heb jij het wel gezellig samen? Wij kunnen niet... Ja? Wij kunnen niet op de bank, want de bank is nat. Dus wij gaan in bed chillen en films kijken. En deze jongen gaat mee. En die gaat lekker tukken in zijn wiegje. En hier... Oh, zei je iets? Ja, maar dat kan ik niet herhalen. Kan ik? Nee? Nee. Oké, meisje. Meisje. Ja, wat gaan we... Het was zo net, maar ik kan... Oké, nou, we gaan... Wat? Films kijken. Goedemorgen. Zeg maar goedemorgen. Het is vandaag maandag. Ik heb het hele weekend niet gevlogd. Omdat we gewoon lekker een weekend samen hadden. Nu is het maandag. Nou is mijn kleine schatje er weer. Die gaat een slaapje doen. Ga je slapen? Tante Michel in bed leggen? Laura en Olivia slapen allebei. Olivia slaapt nog, Laura slaapt weer. Deze kleine man gaat naar bed, dan kan ik heel even wat werken. Ja. Ga je slaapje doen, vriendje? Ja. Ja. Ben je zo leuk. Het is vandaag een beetje een andere maandag, omdat Nederlands elftal vandaag speelt. Dus voetbal gaat niet door, Koen is eerder thuis. Dus dat. En dit mannetje is dus ook maar kort, want hij gaat ook met mama voetbal kijken, hè? Ga je ook met mama voetbal kijken? Zullen we een boekje lezen samen? Een boekje lezen. Hoppakee. Oh. Heb ik hem nog niet gesneden? Moet ik stukjes maken? Ja. Ben je dan tevreden? Content. Jongens liggen in bed. Olivia die is lekker wakker. Het is echt, hoe laat is het? 11:30. Ze is er net uit, dus die meid heeft weer een lekker ritme. Ik zit ook eventjes wat te eten. Een boterhammetje met zalm. Ik zit helemaal in de zalmfase sinds de zwangerschap van Laurent. Nou, het weer mag, wil ik alles met gerookte zalm. Dat ga ik even eten. Ga ik even met Olly een puzzeltje maken. Even wat mail beantwoorden. En dan... ja, door. Nou, wat wilde ik gaan zeggen? De boys zitten chillen. Olivier is weer weg. De boys zitten chillen. Laurens ligt bij Koen. Koen is het voetbal te kijken. En ik ben even snel een pasje in elkaar aan het draaien. Dan kan ik ook voetbal kijken. Maar dat is altijd mijn ultieme tip. Als je de ene dag tomatensoep hebt gegeten, dat hadden wij gisteren, verse tomatensoep. Dan kun je daar de volgende dag super lekker een pastasaus van maken. En dan doe je er gewoon nog extra groente snijden. Eventueel iets van kip of vis of whatever, als je het lekker vindt er doorheen. Pastasje koken en dan ben je zo klaar. Dus, ik vind het nou echt een tip, dus weet ik niet, want dit weet natuurlijk iedereen al. Maar
Ik gebruik dus heel vaak tomatensoep als pastasaus. Goedemorgen, het is vandaag. Waar gaan we naartoe? Opa, wacht, kom. Gaat je binnen weer? Wij zijn in Wilpertoort. We gaan we gaan Olivia naar Joke en Harald brengen. Waar is opa nou? Waar is opa nou, Olly? Kom. Gaan we naar opa toe? En dan moeten we door naar de verloskundige, maar eerst even. Opa. Waar is opa? Waar is opa nou? Kom! En hier is Jandre. Wat wilde ik nou gaan vertellen? Ik wilde helemaal iets gaan vertellen waar ik het werd. Oh ja, we zijn net bij de verloskundige geweest. Het was de allerlaatste keer bij de verloskundige. En zo stom, want ik zat daar binnen nog te zeggen hoe ik helemaal gewoon echt klaar ermee ben en gewoon helemaal oké. En dan loop ik daar weg. Dan komt gewoon in één keer het besef van, oké, dit is gewoon de allerlaatste keer dat ik hier ben geweest. Dat is gewoon heel raar. Heel goed, maar wel ook heel raar. Een beetje emo, je sluit gewoon echt iets af. Maar wel ook gewoon heel fijn. Overal, de feeling is heel fijn en super fijn. En echt, als, voor iedereen die uit Uden omgeving komt, ga naar Karis. Want het is gewoon niet normaal hoe lief en fijn en alles er daar zijn. Dat was dat. Nu ga ik aan het werk achter mijn laptopje. Donna komt zo meteen hier. Die komt ondertussen mijn gigantische uitgroei doen en mijn haar er weer in naaien. Het wordt de laatste keer dit haar. Het wordt de laatste keer dat haar. En dan doen we voor kerst denk ik nieuw. Ja, dat denk ik niet, dat weet ik zeker. Voor kerst komt er nieuw haar. Een kerstcadeautje. Nee, nieuwe mat. Dan gaan we vanmiddag een campagne schieten, een grote campagne. Dus die moeten we. Daar gaat even wat tijd in zitten. En dan gaan we naar Wilpertoort, kindjes ophalen. Dan ga ik naar Veldhoven. Dan ga ik Jacques ophalen. Gaan we Jacques de auto wegbrengen, want we gaan deze week de nieuwe auto ophalen. Dat is toch eigenlijk niet normaal, hè? Onze auto die staat al 34 jaar in bestelling. Ja, maar onze auto is nieuw en dit zijn net gebruikte. Dus. Dat is mega leuk. Echt tof. Ja. Ja, mega leuk. Echt zin in. Echt mega leuk. Wat voor koffie zet dat nou zo doen, wat kleur? Wit? Nou ja. Weet ik ook niet. Gewoon. Oei. Gezondheid. Dus, dat is de planning voor vandaag. Zal ik eens even op Insta even gooien wie daar een goed apparaat weet. Polletje doen, vraagstickertje. Oké, we gaan wat doen. Zo, aan het werk. Kroketje. Papa, weet je welke kinderen er zo? Wat ga jij eten? Rode liedje zingen. En jij? Ja, ik hoor het bij mama al. Vriendjes? Met knopje en vliegtuigen. Smakelijk eten, een beetje. Dankjewel. Wat zijn we aan het doen? Wat zijn we aan het doen, Olivia? We dachten, we gaan een leuke proefritje maken. In Jackie de nieuwe auto, hè? En wat ging jij toen doen in je broek? Ja. Ja, heel erg, ba. Als in, tot in je nek vol, ba, in de nieuwe auto? Ja. Fijn, dankjewel. Heel fijn. Bedankt. Het is een hele goede herinnering aan Jackie, de eerste ritje in de nieuwe auto, hè? Met jou. Op de parkeerplaats. En wat was ik voor once goed voorbereid? Even serieus. Echt. Ik ben gewoon... Flabbergasted. Ja, flabbergasted, ja. Kom ja. Stijg ik nou weer in aanzien? Dit maakt dat Amsterdam tafereel goed. Ja. Is het dat? Ik weet eigenlijk niet of de... We gingen naar Amsterdam voor een afspraak, komen we daar aan, pakken we Laurens uit de auto, letterlijk, tot zijn nek vol. Had ik een schoon setje bij? Nee. Zou je waren we gelukkig in Amsterdam? Dat hebben we wel, we zaten in de auto. Dat was hebben dat... Oh ja, Loutje take the wheel. Zo. Hi Olly. Ben je weer schoon? Weer helemaal schoon en mooi. Zo. Ja. Oké, het is vrijdag.
En wij zijn in Amsterdam op werk voor een afspraak, heel leuk. We zijn in ieder geval samen. Ja, dat is heel fijn. En vanmiddag gaan we een nieuwe auto halen. Ook heel fijn. Dat is ook heel erg leuk. Lintje auto. Mijn auto komt lekker volgende week. Als die een keer van de trailer afkomt. Dat is nadeel met een nieuwe auto kopen. Dat duurt heel lang. Maar goed. Nou, leuk. Oké, nou, tot dadelijk in de auto waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel. Ik had helemaal om de allegaartjesvlog af te sluiten. Dus ga ik bij deze doen. De wat? De allegaartjesvlog. Het was een video met van hak op de tak en van alles wat. Die ga ik nu afsluiten. Het is zondag. En dan ga ik nu meteen een nieuw beginnen. Dus dankjewel voor het kijken. Ik zie je heel graag bij de volgende weer. Doei doei!